ben Gert van Langenhoek. Ik zit voor de krant in Cairo en in Beirut. Mijn hele regio komt natuurlijk heel weinig goed nieuws uit de laatste tijd. En de laatste ontwikkeling uiteraard is de Islamitische Staat. En het is bijna een jaar geleden dat Amerika en Europa en een hoop andere landen een coalitie afsloten om de Islamitische Staat te vernietigen. En deze maand hebben ze Ramadi ingenomen en Palmyra, dus dat wil blijkbaar maar niet lukken. Vorig jaar heb ik besloten om deels naar Beirut te verhuizen. Dus ik verdeel mijn tijd tussen de twee. Dat is voor een stuk professioneel, omdat Libanon zit dichter op het Syrische verhaal. En is op zich ook interessant. En het is ook persoonlijk wel iets aangenamer. Het is een beetje een ontsnapping uit Cairo, dat nogal uitputtend kan zijn als stad. Libanon is een stuk aangenamer, kan hij naar het strand, daar het nachtleven. En wat veel mensen niet weten, ook skipistes. Het seizoen van 4 maanden dit jaar. Dat klinkt een beetje harteloos met al die Syrische vluchtelingen. Die ontsnapt er nooit aan. Zelfs daar in de bergen heb je van die kleine kampjes onderaan de skipistes waar de Syriërs in hutjes wonen, zeg maar. Maar ze werken er ook. De jongens die de skischoenen aanbinden zijn tegenwoordig Syriërs.